Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Ik ben er weer, Zelda Play 20 en in de vorige aflevering hebben we Bowser verslagen. En zijn we in wereld 9 terechtgekomen en hebben we dus nog 7 levels eigenlijk te doen. Dus laten we er maar gelijk induiken met level 9-2. Eigenlijk weinig over te zeggen. Ik bedoel, ja, het is pretty straight forward. Dus, oh nee. Oh, ik was eventjes bang en tot het een zwemlevel zou zijn. Ik hou niet van... Kom op, zeg! In Mario 1 en 3 zou je dat nooit doen. Want zoiets zou ik nooit doen. Oké, nou, kan ik hier doorheen lopen? Nee, natuurlijk niet, hè. Oké, dus... Oh, fijn. Natuurlijk krijgen we hier een zinloze ijsbloem. Ik bedoel, daarmee kunnen we dat stomme... beest niet dood krijgen. Zit daar een vuurbloem? Laat er een vuurbloem zitten. Ah. Wat zit hier? Een ijsbloem. Ga je dan toch nog niet eens de moeite voor nemen? Waarom zou ik... Waarom? Waarom? Ja. Zakken. Tuurlijk zou je daarin kunnen. Waarom niet? Ik bedoel, nog op Captain Obvious. Nee. Ik heb hem. Geen instant dead. Nope. Vergeet niet, die vis is echt instant dead, hè. Dus dan moet je echt... Deze niet. Dit is gewoon een zwaar irritante vis. Zou je dan verwachten eigenlijk dat er ergens een P-switch zou zitten of zo? Tenminste, ik zou een P-switch hier verwachten. Is hier een P-switch? Ga weg. Ergens een P-switch. Ai, sterf. Ah, oh, hij sterft ook nog. Wat lief dat je naar me luistert. Nee, hier zit helemaal niks. Oké, nou dan noemen we wel die fine dingen. Waarom ook? Nee, die vis die komt zo terug. Kijk, dat zijn van die vissen die kun je blijven killen. Je ziet. Wee, ik speel dit op mijn Wii U. Echt, hè? De definitie van dit spel haat mij. En volgens mij had ik daar naar boven moeten. Wacht, ik heb dat ding weggegooid. Dus misschien als ik terugloop tot die koe... Misschien als ik terugloop tot die... Ik haat de vis. Ik haat hem! Wacht eens, ik kan hier ook naar boven. Ik kan hier ook... Haal ik dat? Bijna. Oké, weet je wat? We gaan gewoon terugrennen. Ik weet zeker... Juist, hij is eruit. Hij is terug. Oké. Geef me een boost. En hier zijn we naar boven. En natuurlijk zit daar niet de golden coin. Want ik dacht dat hij daar zou zitten. Maar natuurlijk zit hij daar niet. Want dit spel houdt van me. Oké, nou. Weet je wat? Ik gooi jou heel eventjes weg. Want ik weet dat alles mij hier dood wil hebben. Net zoals deze... Omhoog. Ik wil omhoog. Dank je. Oké, dus... Nou, doe ik hem maar verzuipen. Dan maakt mij niet uit. Kan ik hierin? Nee, natuurlijk mag ik hier niet in. Oké, dus hier moeten we gaan rennen voor ons leven. Jij wijzelt mijn humeur niet op. Rennen voor je leven. Ik spring hier nou bovenop zijn kop. Soms is er wel oneenigheid. En dat hadden we nog even. Ondanks alles blijf ik vriendjes voor het leven. Oké, ik heb nog één zo'n coin nodig. Eén zo'n Koopa-ding. Oh, kijk eens aan. Ze spannen gewoon terug. Weet je wat? Dan gaan we het gewoon makkelijk doen. Even wachten nog een keer. Kom, dan ga je eens even hier. Kom eens even hier. Nee! Nou ja, dat maakt het mij wel makkelijker om die Starcoin te pakken. Niet springen. Ik spring! Bij één faal per level tot nu toe. Ah, dat maakt mij zo blij. Ah, Oké, we gaan naar level 9-3. Nou, mijn inventory is op dit moment best goed gebruikt. Ik denk dat ik gewoon met een ijsbloem ga beginnen. We gaan gewoon naar wereld 9-3. Eerst kijken of ik 9-3 kan en kijken wat dat voor een level is. Het is nog niet het gevreesde level zo te zien. Oké, daar ben ik bij. Oh, dit is Bullet Bill feest level, geloof ik.
Hier hebben we heel erg veel van die homing bullet pills. Kunnen we kijken of bullet pills ons laten volgen. Omdat bullet pills zijn heel erg vriendelijk. Oh, trouwens, hebben jullie dit alweer gezien? Ja, wij hebben op dit moment weer 99 levens. Yay. Ja, je kunt dus zeg maar al die bullet bills je laten volgen. En dan kun je dus zeg maar hier ook weer oneindige levens krijgen. Mocht je dat willen. Dus zat er onder nou nog iets? Nee, oké. Ja, jullie kunnen me volgen totdat je een ons weegt. Maar mij boeit het echt heel erg weinig. Ah, hier zit hier eentje. Doei! Oké, nou. Oh ja, dit is dat stomme doolhof. Even kijken. Ik geloof dat ik hem weet. Let's go! Kom op. Yes! Gotcha! In één keer! Ik moest heel eventjes nadenken van welke route moest je ook weer nemen. Volgens mij kun je ook via de andere kant, weet ik niet zeker, maar ik moest heel eventjes... Ja, we hebben hem. Dat is het belangrijkste. Oké, dus we hebben de eerste Starcoin en we gaan dus weer verder met onze Bullet Bill vriendjes. Alle vriendjes en vriendinnetjes. Ik ben een Bullet Bonsai genaamd Bill. Ja, ze heet Bonsai Bill, Bullet Bill... En, hey, ik ken jou bevriend als ik er zin in heb. Oké. Mag ik eventjes? Dank je dat jij vandaag stond om mijn leven te redden. Heel erg dank. Oh, wat zijn die bullet bills toch vriendelijke... Banzai bills toch vriendelijke kogel smiley dinges. Wat het ook zijn. Hallo. Ik spring eventjes bovenop je. Vind je vast en zeker niet erg. En ze komen ook zo gevaarlijk snel op me af. Echt, ik ben doodsbang voor die beesten. Oh jee, wat moet ik... Ik mis er een! Ik mis een coin! Waarom zie ik dit nu pas? Waarom ga ik... Oh. Oké, ik loop hier nou heel even... Oké, dat is niet goed. Oh boy. Dat is beter. Fijn dat ik dit mis. Oké, dit is een P-switch run. Oké, prima. Let's go. Ik ben er best wel goed in. Hier, nou, daar zat hij dus. Oké, nou, ik... ik ga niet terugknippen. Nee, dat is nergens voor nodig. Ik laat jullie dit gewoon nog een keertje zien met onze goede vriendjes de... Ik kan echt goed praten vandaag, of niet? Met onze goede vriendjes, de Bonsai Bills. Ik bedoel, serieus, ik noem het nog niet eens vijanden. Ik noem het vriendjes. Ik bedoel, die andere die was net zo vriendelijk om ons leven gewoon hier te redden. Hier, net zoals hier. Geeft ons gewoon een extra boost. Ik bedoel, waarom zouden we een hekel hebben aan onze Bonsai Billtjes? Zie? Ze helpen jezelf om een Starcoin te pakken. Waarom zou ik boos moeten zijn op die dingen? Ik bedoel, ze staan me niet in de weg. Komen alleen maar wanneer ik ze nodig heb. Dus... Ik vind ze lief. Ik hou van ze. Ik vind ze echt lief. En we zijn op het einde. Mooi. Dus ja. Weer een faal. Oh. Waar is het op, hè? Ja, willen wij eigenlijk? Ja, wij willen. Wij willen hier hoog. Dankjewel. Ik bedoel maar... Ze helpen je overal en ze zijn zo langzaam. Waarom zou je er bang voor zijn? Oké, alleen als je dus zeg maar recht tegenaan loopt. Ja, misschien dat je dan even een beetje hoofdpijn hebt of zo. En daardoor een power-up verliest. Maar voor de rest, ze zijn zo langzaam. Ze zijn niet gevaarlijk. Maar goed, we hebben dus dat level ook weer gehaald. Dus we gaan gelijk door naar level 9-4. Waarom ook niet? Met onze 99 levens. Oké, side-scrolling explosie fun. Wat leuk. Volgens mij hebben we hier een heleboel van die... Heb ik dit nou een beetje ge... Oké, gelukkig. Dus, dit is volgens mij de autoscroll level waar we dus zeg maar een heleboel bommetjes zien. Ik denk dat dit het bommenlevel is. Het uitdagende bommenlevel. Wat er zeg maar hier de gimmick van is, is dat je komt heel erg veel planten tegen en bommen... En die proberen de vloer onder je uit te slaan. Waardoor dat je dus zeg maar misschien het probleem gaat krijgen. Dat je dus... Weet je wat? Laat die
coin even vallen. Oh, boy. Eh? Nee, ik wil daar wall jumpen. Laat mij daar wall jumpen. Laat mij daar wall jumpen. Dank je. Ondertussen wacht ik hier wel eventjes. Ik heb een bom. Ik ben niet bang om hem te gebruiken. Hier, vangen. Nee. Die zagen jullie niet aankomen, hè? Ik denk bij mij, ik zal het even skillful doen, want anders word ik dadelijk toch door alles geraakt. Oké, nou. Dit is erg. Werkt er niet meer één? Oh, er werkt maar twee. Oehoehoe. Spannend. Oké. Deze werkt wel met één. Ook met twee. Hallo. Laat ik deze even lenen. Volgens mij heb ik die ergens voor nodig. Oh nee, ik moet er hier eentje gaan gooien. Ik heb hem. Oh boy. Ik moet dit... Blijf leven. Ik weet het, de formule is verbroken. Ik weet het. Dat was stom. Volgens mij kan ik nou die derde Starcoin niet meer krijgen, of wel? Die zit daarboven, hè? Jongens. Ik kan heel vervelend doen, maar ik heb wel... Nee, ik heb hier een ijsbloem nodig. Daar. Zo moet het. Jongen, zeg. Het nadeel is dus elke Nee, spel. Echt niet. En triple 1, dat is gewoon timing. Ik lette er nog niet eens op. Ik zag het toevallig. Dus. Goed, dat waren de eerste drie paniek levels. Op zich in totaal 1, 2, 3, 5 faals. Ik weet dat jullie schrijven er toch bij. Want de eerste... Nee, ik heb daar 3 keer gefaald. Dus 6 faal. Maakt niet uit. Dus. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje voor deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, dan laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt. Morgen gaan wij naar de finale. De laatste aflevering van Nieuw Super Mario Bros. Wii. Omdat het lijkt me een beetje... Ja, de finale is altijd een beetje aan de langere aflevering. En voornamelijk ook... normaal gesproken doen we maar 3 levels. Maar ik heb zoiets van... Ja, ik kan er wel zeggen van... Joh, doen we 3 levels. En dan... 1 extra aflevering maken voor maar 1 level, dat slaat nergens op. Dus we maken gewoon morgen de laatste aflevering ervan. Dus, ja, dank jullie wel voor het kijken. Heb ik al gezegd, maakt niet uit. Zeg het nog een keer, want jullie zijn geweldig. Ik hoop jullie morgen te zien bij de finale van Nieuw Super Mario Bros. Wii. Dus, heb je een leukste momentje, heb ik ook al gezegd. Ik blijf me doorleuteren, dus ik zeg gewoon... Doei, tot morgen!